Zo zag Zeeuwkampen er in 2010 uit. En ook de editie van 2014 zal traditiegetrouw worden geopend door een vlootschouw. Op de Veerman van Kampen presenteerde het bestuur van Zeeuw donderdag haar plannen voor de vijfde editie van het nautisch evenement. De eerste boten zijn al gecontracteerd. Onder andere dit Russische schip, de Standaard, een fregat van 24 meter. Nou, we zijn heel trots dat we dat nu al gecontracteerd hebben, want je moet rekenen, deze mensen die komen helemaal uit Sint-Petersburg hier naartoe varen. Dus kost het een paar cent, maar dat hebben we er graag voor over, omdat het toch voor ons een trekker is. Zeeuwkampen levert de stad een economische impuls op van zo'n 4 miljoen euro. Burgemeester Bord Koelewijn is dan ook enthousiast over het evenement. Kampen is een hansestad aan de IJssel. En juist die verbinding met het water is iets wat niet alleen Kampenaren, maar ook heel veel inwoners van ons land bijzonder aanspreekt. In de toekomst moet er om de twee jaar een Zeeuw-evenement in de regio komen. Dat wil Kampen om de beurt met Zwartsluis gaan organiseren onder de naam IJssel Delta Maritiem. We gaan de communicatie samen oppakken. We gaan een gezamenlijke Santi-festival organiseren. En we gaan elkaar ondersteunen in facilitaire zin. Om de IJsseldelta nog meer onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Ook was er donderdag een presentatie van het zogenoemde Flyboard Team. Een act die ook is geboekt voor Zeeuw 2014. De vijfde editie van Zeeuwkampen is volgend jaar van 18 tot en met 21 april. Er worden zo'n 250.000 bezoekers verwacht.